testen, Tinny. Niks. Niet zeuren, slapen. Er is helemaal niks meer tussen ons. Heeft er ooit wel eens iemand echt van mij gehouden? Ik wou dat ik nou eens een keer echt lekker... Nou, het conveneert me nu toch echt even niet, schat? Door zo'n vurige, ontembare, onverzadigbare, jonge, blonde god met zo'n keiharde kont. Hij neemt me in zijn sterke armen. En dan... Oh! Ik dacht dat je sliep. Hè, wat? Deed ik ook. Ja? Oh, fijn, ja. Haal even een glaasje water voor me. Nu? Nee, overmorgenmiddag. Zal ik morgen vroeg direct in mijn agenda noteren? Je hebt je schoenen aan. Hé, hey, ja. Dat is ook wat. Zeker vergeten uit te doen. Helemaal niet. Ik herinner me als de dag van gisteren hoe je je schoenen vanavond heel voorzichtig neerzet. Oh ja? Omdat je zuster sinds we hier logeerden er dan één stuk door overklaagt dat ze iedere keer wakker schrikt als je ze op de grond laat ploffen. Oh, ik weet het alweer. Ik wou vroeg op. Het is 1:30 in de nacht. Is dat vroeg of niet? Je ligt aangekleed in bed. Omdat, als je me nu even laat uitpraten, toen ik me had aangekleed, dacht ik inderdaad toch wel wat erg vroeg. Gerard. Ja, ga nu maar slapen. Morgen praten we verder. In dit mooie grote oude huis woont de weduwe Nel van der Hoed Smulders met haar 3 volwassen zonen. Waarom wonen die jonge mannen nog steeds bij hun moeder? Je bent dan vandaag wel al 8 geworden. Je kan je oude vader toch nog niet missen. Dat plaatsgenote echtgenoot van de Hoed, Karel, maatschappelijk woonachtig, enzovoort, enzovoort. Godverdrie, dat is geen kathedrijk. Zo'n slordige 4 miljoen nalaat. Zijn testament nu bepaalt dat een kwart, dat is dus 1 miljoen, vol eigendom wordt van de weduwe. Dat bent u dus? Ja. Dan gaat er een kwart vol eigendom naar zijn uit de echtverbintenis met uw geboren enige zoon Thijs. Blijft over 2 miljoen bestemd voor 2 zonen van u ontsproten aan 2 eerdere verbintenissen. Waarom laat uw man 2 miljoen aan 2 rotjongens waar die niks mee van doen heeft? Ik ben bang dat ik ze nooit om me heen zou kunnen missen. Ik ben bang dat ze iedere miljoen te verteren zo vertrokken zijn. Du moment, één van mijn jongens, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming het ouderlijk huis verlaat, verspeelt hij daarmee het hem toegedachte deel van een onder mijn bewindvoering vallende legaat. Mevrouw van Doort, spreekt u mee? We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat, we zijn weer thuis, vast als een huis staat, waar het op staat. We zijn weer thuis, om ons naar buiten te gaan, en het past in elke straat, geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis, en waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raar, het is weer feest, of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Vannacht geen oog dicht gedaan. Weer een hoofdstukje aan je roman gebreid? Nog niet dik genoeg? Moet ik toch weten? Thijs! Je doet op 1 beschuit wel jam voor 3. Mag ik geen 3 beschuiten soms? Ja, maar je neemt er maar 1. Nou, dan bespaar ik je er toch 2. Ik vind het maar knap van mam dat ze naast het huishouden ook nog eens een complete roman in elkaar flanst. Wij weten van aanpakken.
Dat jij nou te beroerd bent om een spat uit te voeren. Maar ik wil ook wel een aanpakken en spat uitvoeren. Maak je over mij maar niet bezorgd, hoor. Terwijl jij nachtenlang met goddroge floppies ligt te tobben tussen de computersheets, werk ik me tussen de beddenlakens door over het algemeen heel wat spannender en sappiger stukken heen. Vermoeiend. Ja, ik kon ook pas de slaap vatten toen het ochtendgloren kriekte. Moeder, het is de ochtend die gloort bij het krieken van de dag. Dat zeg ik. Maar ik heb dus de hele nacht vergeefs met gespitste oren liggen wachten op het moment waarop Gerard boven ook zijn andere schoen om de grond zou smijten. Oom Gerard en tante Tineke hebben de grootste ruzie. Die bomexplosie verwoestte niet slechts hun huis, maar deed ook hun huwelijk uiteenspatten. Zei tante Tineke tenminste gisteravond tegen me. Ver voor hun huwelijk lag die bom daar toch al onder? Zou alles dan toch zijn voorbestemd? Voltrekt ons leven zich dan planmatig en onomkeerbaar in een onafwendbaar proces waarin wij slechts willoze moleculen zijn? Nou, ik heb die bom opgegraven. En oom Gerard heeft hem eigenhandig in zijn keukentje tot ontploffing gebracht. Nou, hij kwam hier omdat hij met zijn voet achter de tafelpoot bleef haken. En tante Tineke... Op... Ja, zitten we hier nou voorgoed met z'n opgeschip? Jij wou er vannacht stiekem vandoor, hè, achterbakse lamlul? Huh? Dacht jij dat, stom stuk struikelblok aan mijn been? Ben je vandaag nog van verlost, hoor, want ik ga weg. Zo mag ik het horen. Jij denkt dat ik hem zomaar zonder meer zou smeren? Jij wilt toch onaangekondigd je biezen pakken, blijkt nu? Onaangekondigd? Ik zeg het je nu toch? En mijn biezen hoef ik niet te pakken. Als jij die kan vinden, dan mag je ze houden en dan steek je ze maar in je witte hangreet. Ze zijn alles kwijt. Ze hebben alleen elkaar nog. Hij kan niks. Nou. Ja, de fietspomp uitvinden. En het zwarte naaigaren en het perpetuum mobile. Ja, perpetuum mobile was hij mee bezig. Een scheepsmotor die op zeewater loopt. Kan dat? Ik dacht het niet. Nou, hij dacht van wel. Maar zijn ontwerptekeningen zijn dus allemaal met het huis mee ontploft. En zij wil dus niks. De totale mensheid tot het holisme bekeren noemt dat maar niks. En Tibetaanse kloosterwoning in de achtertuin verbouwen. En Griekse inmaakpotten bakken. En Westfaalse wekflessen blazen. En praatjes verkopen over behoud van de natuur en omwenteling van de maatschappij in nietsvermoedende buurthuizen. Ze zoekt menselijke warmte en genegenheid. Ze wil wel eens lekker genaaid worden, bedoel je? Thijsje! Had oom Gerard niet onlangs ergens een lapje grond op de kop getikt? Waarop hij met jouw hulp een zelfontworpen milieuvriendelijk huis wou boetseren? Ja, en na een dag graafwerk kwam de politie er een stokje voor steken. Want het mocht helemaal niet. Nee. Zijn moeras, ik dacht al zo nat aan mijn voeten. Dat spaarbankboekje heb ik geplunderd voor de aanbetaling van die bouwgrond, Tini. Nou ja. Dat kind van ons waarvoor we die centjes opzij gelegd hadden, dat zit er nou toch echt niet meer in. Wat? Was het dan toch eindelijk gelukt en heb je dat weghalen? Nee. Heb ik daarvoor altijd zo mijn best gedaan? Nee, dat kan toch helemaal niet lukken? Dat is toch alleen maar mijn schuld? Zo heb ik dat nooit gezegd, Tineke. Laten we die bouwgrond in ieder geval weer maar van de hand doen en het geld verdelen. Ja, dat zal een beetje moeilijk zijn, want dat was alleen maar een aanbetaling. En het bleek dus een stukje moeras waarop vanwege een gemeentelijk bestemmingsplan niet opgebouwd mag worden. Het geen God geklaagd de onzin is, want het kan niet eens. Dan zitten we nou dus totaal aan de grond. Ik bedoel... En jouw geheime potje dan? Dat blijft geheim. Hoor eens, jij hebt altijd je zuster nog. Ja, die ziet me aankomen. Als je naar toe gaat wel, ja. Denken jullie dat ik mijn eigen broertje hier op zolder wil laten verkommeren? Precies. Laat hem dat alsjeblieft ergens anders doen. Nee hoor, ik heb inmiddels al wat contanten gereserveerd ter overbrugging. Want vanmiddag ga ik met Henk Born een financieel plan uitwerken om hem er weer bovenop te helpen. Waar bovenop? Op tante Tineke. Henk Born? Nee, oom Gerard. Of wou jij onze notaris soms aan tante Tineke koppelen? Mam, je gaat toch niet met die Henk Born in zee? In zee? In zee? In zee? Met Henk ga ik financieel... De boot in. Waarom dan eigenlijk ook niet meteen maar de huwelijksboot? Zou je de rol van notaris Borren niet liever beperkt houden tot het bewaren van de akte? Van dat lollige testament dat je in een dolle buis een keer samen met Thijsjes vader hebt laten opstellen? Waardoor jullie hier alleen maar in huis blijven hangen om godverdomme zomaar een keer een stampgeld van mijn vader te kunnen opstrijken? Henk heeft zich ontpopt als een financieel expert door wie ik mij graag... Wat wijs wil laten maken. In de heikele wereld van het vermogensbeheer, ja. Henk is een doortastend man. Zeker ten opzichte van overijverige dienstmeisjes. Ach, wat. Dat zogenaamde compromitterende samen zijn met zo'n vriendinnetje van jou. Van mij? Ja, nee, mag dat was het. Ja, nee. Of van jou. Dat blijkt gewoon op een misverstand te berusten. Wist hij je op de mouw te spelen? Moeien jullie er nu maar niet mee? Jullie begrijpen er toch niks van. Zeg, mam, als je vanmiddag toch bij Born op kantoor bent, vraag dan voor mij even een gros van een minuut. Wat? Beetje notaris weet wel wat ik ermee bedoel. Maar... heb ik in gevolge artikel 839 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering recht op. Jij kan helemaal niet bij mij weg, schat.
Oh, nee? Want ik stap op, nu! En waar wil jij nou wel naartoe? Als jullie nu eerst eens gezellig met ons kwamen ontbijten. Ja, ik heb al gegeten. Kopje thee dan. En gedronken. Oh, dus jij hebt vannacht onze halve ijskast leeg geplunderd. Nou, mij zit het ook tot hier. Heb jij je zeker ontfermd over die kalkoenpastei waar ik s'avonds al op zat te vlassen, maar die vanmorgen om 6 uur ineens verdwenen bleek? Alleen omdat ik niet kon slapen van de narigheid. Ik zal hem je terzijde tijd vergoeden, Nel. We hebben allemaal op zijn tijd onze moeilijkheden. Jullie moeten je daar gewoon doorheen slaan. Door die moeilijkheden en niet door onze voedselvoorraden. Nou, geloof het, zo erg is dat nu toch ook weer niet. Ach nee, want wij hebben ondertussen toch ook wel onze buiken vol. Van jullie. Jij gaat je miljoentje opeisen? Ik ben erfgenaam in de eerste lijn. Ach, moeder laat heus wel een keer haar voorwaarden vallen en dan krijgen Govert en ik ook ons deel. Zet die vastgezette centen dan maar uit je stomme kop. Donder hierop en probeer op eigen benen nog iets te maken van je niet nuttigere bestaan, ja? Zou je wel willen, hè, dat Govert en ik hier zomaar zonder meer zouden vertrekken? Zou het leven een stuk aangenamer maken. Want dan krijg jij uiteindelijk alles. Jij denkt gewoon, ik heb de langste adem. Amper volwassen, nou een oude vrek. Laat toch je bek! Schuilt een groot dichter in je, wist je dat? Wat? Hoor toch eens. Ja, papa! Die stikte! Holistische! Waarvoor mijn schoonzus en mijn broer elkaar durven uitmaken. En er is geen zussen aan. Moet je ook niet proberen. Je moet je juist flink opstoken. Laat mij maar even. Dat zou ik niet pikken, Tieneke. Smeerlap. Stuk verdriet. Goed zo. Neem jij dat, Gerard? Om de dragondische drommel niet. Wisselijk morgen. Levensbedreigend. Schoof het er nog. Zal ik hem even zeggen dat ik vandaag de rol rij. Wat voel je eigenlijk uit sinds je niet meer bij Gerard en Tieneke terecht kan? Ikke? Ik hoef je toch niet alles te vertellen? Ik volg lessen, zeg maar. Maar dat is toch geweldig, mijn Thijsenman? Jij doet zo'n privé klaarstoomcursus? Zodat je dan toch nog naar de universiteit kan? Ik vond het zo jammer dat je bij je HAVO-diploma wou laten. Oh, dat je nu toch uit eigen beweging... Mama! Vertel eens. Hoe ziet je agenda vandaag eruit? Gewoon. Groen. Met een Batman-sticker erop. Je hebt er toch niet in gesnuffeld? Alleen maar even ingekeken. Lieve Tini, als je dit leest, ben ik al bij je weg. Beter voor ons beiden, dacht ik zo. Gerard, heb jij dus de halve nacht op liggen zwoegen? Ja. Je ne fais celle-ci plus longue, que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus court. Pascal. Which means zoiets als sorry voor deze lange brief, maar ik had geen tijd om een korte te schrijven. Zo is dat. En jij maakt het altijd maar gemakkelijk vanaf met je omhaal van woorden. Brevity is the soul of wit. Shakespeare. Hamlet. Ja. En spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Wittgenstein. Ga je weg? Pardon? Oh ja, ik ga naar de Kamer van Koophandel. Mag ik mee? Wou jij een holistische soepfabriek gaan beginnen? Nee, ik ga een gloednieuw computersoftwarebedrijf laten inschrijven. En ik hoop nooit meer iets met deze halfgare familie van doen te hebben. Ik zal je met plezier een eind op weg helpen. Deze kant op. Hallo. Laat je Bijbel hier niet liggen. De brandverzekering wil niet afkomen. Ze denken dat opstel in het zet is. Opstel, overspel in zet. AZ, overspel speelt op zet. Ik weet het allemaal niet meer. Dat hoor ik. Zolang je je problemen niet de baas kunt, kan je hier blijven hoor, Gerardje. Heb jij wel ontbeten? Waar ga je nu hals over kop naartoe? Geen idee. Malle fratsen altijd. Thee, koffie, boterhammen, je kunt een eitje bakken. Dat is dus gewoon stuk breken en dan in zo'n koekenpan? Ik heb vandaag bezigheden buitenshuis. Je moet je alleen zien te vermaken. Ga een fijne wandeling maken in het plantsoen. Denk zo heerlijk weg. Zal ik je weer pianoles geven, Thijsje? Of zullen we ons weer eens wagen een bouwplaat? We hebben net nog een grote oud Groningse korenmolen met jaloezie in elkaar gezet. Ik heb Joop van der Enders nieuwe Aalsmeerse TV10-studio gescoord. Gevonden tussen het partij oud papier. Dat klinkt dan weer wat constructiever. Maar onze Thijs heeft sinds kort bepaald geen kinderachtige dingen aan zijn hoofd. Nee. Hè? Ja. Fijne bolle boos van je moeder. Professor in de dom. Laat me je wegbrengen. Kan ik meteen kennis maken met je leerkrachten?
Wat is het precies? Dat wisselt. Ik ga zelf wel op de fiets. Tot vanavond, Gerardje. Zul je goed op het huis passen? En geen gekke dingen uithalen? Is de wijn niet goed of zo? Niks bijzonders, nee. Heb je al wat uitgekozen? Ik geloof dat ik het al weet. U wilt hier nu de lunch gebruiken? Nou, gebruiken. Ik denk dat ik die zalm voor Elma gewoon opeet, hè? Ik heb net thuis 3 boterhammen op. Maar u? Zou je niet eens ophouden met dat geu? Doe je dit voor het eerst? U bedoelt of ik ervaring heb? Niet echt veel. Maar ik kan er heus wel wat van en daar gaat het toch om, toch? Ik hou van aanpakken en doorzetten en ik heb er plezier in, want het is bij mij geen sleur geworden. Dus... Klinkt lang niet gek. Ik ben begonnen in Benstorps cafetaria. Daarna heb ik in de keuken van het Molton Hotel gestaan. Ja, ik moest toch ergens beginnen? Maar ja, ik wil er nu echt tegenaan en in deze gerenommeerde bistro aan de slag. Wat moet dat met die witte roos in je knoop, schat? Ik weet... dat de lievelingsbloem van meneer Paul is. Als je goed kijkt, kun je zien dat het in het embleem van de zaak is verwerkt. Jongeman, het spijt me. U kunt mij niet gebruiken? Mag ik dan toch even met meneer Paul zelf spreken? Met hem had ik tenslotte ook afgesproken. Val mij dan niet lastig! U schoot mij aan? U vond mij toch veelbelovend? U wilde met mij een glas wijn drinken om het ijs te breken. Ah, meneer Paul, ik ben Rob van Zijl. Oh ja? Een nieuwe koksmaatje. Vergeet het maar. Je komt te laat, je pikt rozen en je valt de cliëntel aan lastig. Opgedonderd! Maar meneer Paul, meneer Paul. Tante Tineke. Jij hebt hier afgesproken? Ja. Om hier te komen werken in de keuken. Nou, het ruimt er wel op, maar... Je bent gestuurd door Superboy Instant Love Service. Dat houden we onder ons, hè, Tante Tineke. Ja, liever wel. Ik heb hier dus nu een lunchafspraak met een... wat oudere dame. Glaasje wijn? Nou, ik moet dus herkend worden. Was ik in de haast nog vergeten, maar gelukkig stond er zo'n boek in de hal. Hoe weet u eigenlijk dat dat ons herkenningssymbool is? Misschien herinner je je dat op een keer aan het ontbijt... naar aanleiding van een krantenadvertentie... het er met de hele familie over eens waren... dat die liefdesinstituten eigenlijk maar schandelijke instellingen zijn. Of ik dat weet, zo kwam ik op het idee... Maar ik wil er nou zo langzamerhand toch wel mee ophouden. Want of het nou aan mij ligt, ze sturen steeds gekkere wijven op me af. Misschien omdat ik me niet zo gauw laat kennen, denk ik. Toch wel veel van geleerd, hoor. Maar ik heb het nou allemaal wel zo'n beetje onder de knie, dacht ik zo. En vandaag heb ik er helemaal geen puf in, maar ja. Neem vandaag maar vrij af. Ja, zo'n hunkerend oudje ziet me aankomen. Of dan juist niet dan. Dat hunkerende oudje heeft er ineens ook helemaal geen puf meer in. Ja, tante Tineke. Wat zie je er hartveroverend uit, lieveling. Thijs, hou op, ik schaam me dood. Vind je me niet leuk soms? Kan het heus wel, hoor. En je hebt er toch voor betaald? Thijs, ik ben je tante. Je bent nou toch weg bij oom Gerard? Ja, maar ik kan je moeder zijn. Had me maar rechtstreeks benaderd, dan was je goedkoper uit geweest. Had ik er ook meer plezier aan gehad.
vaas. Zegt u het eens? Voor mij geen suiker, maar wel een wolkje melk. Doe mij maar gewoon een pils. Geintje. Nou, ik lust wel een pils. Vertelt u mij eerst eens wie of wat u het recht verschaft hier ongevraagd door de tuin te banjeren. Rijksoverheid elektriciteitsvoorziening. Wij bepalen hier de vier funderingspunten van... zo'n hoogspanningsmast, u kent ze vast wel. Kijk. Zo'n gevaarte hier in de tuin? Mijn zuster krijgt een holberoerte. Met één poot zelfs in de zijde. Ja, dat gaat zomaar niet. In dit land is alles gelukkig nog zo geregeld dat privébelangen moeten wijken voor het algemeen belang. Om meneer hier een beetje tegemoet te komen, zouden we een pietje verderop kunnen zetten? Dat gaat zomaar niet. Dan moeten er allerlei bestekken gewijzigd. En als we daar geen goede reden toe hebben. Daarvoor krijgen wij voor u dat ding wel uit te zeggen. Hoe moeten wij zo'n wijziging in de routing verantwoorden? Zo gaat hij de goede kant op. Maar nog lang de tuin niet uit. Dat wordt de oprijlaan. Verder kunnen we echt niet gaan. Daarvoor krijgen we dat ding toch wel buiten het hek? Kielen, kielen. Als we nog verder gaan, dan moet echt alles opnieuw worden uitgerekend en uitgetekend. Ja. Nou, we zullen het met u maken. Ik ben alleen wel bang dat we nu problemen krijgen met uw buren. Net goed. Ik krijg nog wel een betalingsbewijs van u. Of anders een eenvoudig notaatje. Meneer. Ja, het is niet voor mij, maar dat mijn zuster kan zien wat dat... Wat wij hier doen, dat kan eigenlijk helemaal niet. Bedankt voor de koffie en de pils, zullen we maar zeggen. Wacht even. Ja, hallo, met de politie? Ja, moet u horen... Ik zit beneden rustig piano te spelen. Hoor ik dat er boven een ruit wordt ingegooid. Nou, ik naar boven. Zie je nog juist in de tuin twee mannen wegrennen. Eén met landmeetapparatuur en de ander... Mijn adres... Nou, ziet u, mijn huis is enige tijd geleden alweer ontploft. Dus wonen wij nu zo lang bij mijn zuster. Dat wil zeggen, wij... ja, mijn vrouw is vanmorgen bij mij weggelopen. Ik wil haar graag laten opsporen. Kan ik dat misschien ook nu meteen mee opgeven? Vlotte tante. En heb ik iets te veel gezegd? Ja, nu net.